Je aan op de fiets. Aan oogessen met de fiets naar Maastricht. Eventueel naar het breicafé. Dames en heren, we hebben het straks al gehad over het wild breien. Wat het precies is. Maar ik wil eigenlijk ook wel eens een beetje breien. Kunnen jullie mij dat nog eens even geven? Even dat kijken kan. Of ik dat nog kan. Dat kan. Vroeger was het heel speciaal. Oh, dat hebben jullie toch meegenomen. Ja, we dachten, je bent zo enthousiast. Ik krijg hem al kans en klaar. Ik kan niet opzetten. Oh. Nee, is opgezet. Maar de insteken, overhalen. Ja. Nou, de eerste niet, hè? Eerst eens niet laten afkleden. Ja, ik was er vroeger heel goed in, hè? Ik vond het altijd heel leuk bij oma. Ze maakte altijd hele mooie truien voor mij. Maar tegenwoordig is het niet alleen voor oma's. Het is zelfs voor de jeugd. 20 jaar is het heel erg hip. Maar het is inderdaad echt weer een grote mode. Hoe kan dat toch? Want vroeger was het toch echt wel iets voor oudere dames. Want toen ik hoorde een breicafé in Maastricht, moest ik eerlijk gezegd, was ik heel eventjes negatief, niet boos zijn, hè? Maar ik dacht, dat wordt dan een bejaardenclubje bij elkaar. Maar dat is absoluut niet waar, hè? Nee, wij hebben, vorige week waren er 12 mensen gevarieerd van de leeftijd van 10. In elke leeftijdscategorie, dus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 jaar, was vertegenwoordigd. Maar krijgen ze dan ook een opdracht? Nee, iedereen komt met zijn eigen werk en waar hij mee bezig is. En is hij bezig. En dat is ook wol te koop. Dus als je binnenloopt en je denkt van ik loop eens binnen, ga eens kijken en ik heb er zin in. Dan is daar wol te krijgen en een patroon. Dit mutsje bijvoorbeeld, is het één avond is dat gehaakt. Maar dan heb je het over haken. Dat is haken, ja. Maar we doen alle hakenpunnetjes, breien, elke... Maar het is ook een heel hip mutsje. Ja. Maar dan hebben we het niet over wildbreien. Want dit mutsje zet je uiteindelijk niet op minkeleers of... Kan, maar het zou zonde zijn, toch? Ja, absoluut. Ja, kan je zelf opdragen. Ik zou het zo meenemen. Ja, dat is echt uit een boekje. Dat is op één avond gemaakt. Maar ik denk, Maastricht is bezig om tot culturele hoofdstad van 2018, geloof ik, te worden. Ja, klopt, ja. Is dit ook een... Het is toch ook iets cultureels? Nou, we gaan daar een item van maken. Dus we zijn nu begonnen. En inderdaad, het wil breiden een beetje de aandacht op vestigen. En het is ook een beetje kunst, maar dan op een ludieke manier, zeg maar. Maar zijn er ook beperkingen van het wild breien? Zijn er ook dingen die je niet mag doen? En dan bedoel ik niet het wild breien zelf, maar het doel van het wild breien is het straatbeeld. Vrolijk shoot, waar ging iets mis? Straatbeeld leuker te maken, maar zijn er ook beperkingen aan? Heeft de gemeente Maastricht jullie daar iets over laten weten? Nee, we hebben er ook nog niet naar geïnformeerd. Wij doen het gewoon. Oh. En dan horen we het wel. Ik ben al een lus verkeerd aan doen. Huppakee. Ja, maar ja. Ja, ik kan het wel nog. Dat had ik niet gedacht. En ik vond het echt heel erg leuk. Altijd. En ik krijg nu de pret er alweer in. Ja. Kan je je voorstellen als je dan met 12 mensen zit. En het is wat ik zei, er zit zelfs een jongen bij van 26. Dus de doelgroep van 20ers is ruim vertegenwoordigd. En het is gewoon heel erg leuk. Maar waar praten ze dan eigenlijk de hele tijd over? Nou, je kan patronen uitwisselen. Of nu op het moment is sokken breien heel erg hot. Oh, echt? Ja. Dat is natuurlijk ontzettend koud. Ja, nou ook nog eens. Nou, en dan als je iets niet weet, kan je altijd. Is er wel iemand in de groep die het wel weet? Ja. Hè? Dus ik inderdaad, wat je zelf zegt, mijn oma kon het vroeger heel erg goed. Nou, er zijn oudere dames bij ons in de groep. En die geven dat, die kunnen dan die kennis doorgeven. Maar gaat het dan echt alleen over breien of ook lekker gewoon de kroegtaal? Tuurlijk niet. Maar net zoals vorige week merk je dus dat het heel stil is. Dus iedereen echt geconcentreerd bezig. Ja, en dan in één keer wordt er een beetje een grap gemaakt en dan wordt er gelachen. Ja, dat is gewoon heel ontspannend. Ja, want de concentratie moet je er inderdaad wel in houden. Maar hebben jullie ook muziek op staan? Is het echt een kroeg dat ik denk van lekker muziekje, je drankje erbij? Hebben we nog niet gedaan, omdat we inderdaad, wat we net zeiden, we zijn pas morgen, gaat van de derde keer is het geopend. Dus wij moeten zelf ook nog onze weg daarin vinden. En vorige week hadden we iets van, muziekje zou misschien wel leuk zijn. Dus morgen is dat waarschijnlijk wel zo. Nou, en ik vind het heel bijzonder dat twee zusjes het doen. Oh ja, ik moet eigenlijk alweer naar mijn volgende kast, maar ik wil het zo graag afmaken. Ik kom dadelijk bij jullie terug.
Ja, de mannen van het morgen in de naam hebben. Ik gewoon niet klappen, want ik ben in het breien. En ze zeggen, ja, dan loog het Vaticaan in Remung. Ja, dat is jammer dan, want hier lig natuurlijk in Remung. De studio van TV Limburg. En dat is net zo belangrijk. En Erik was dus met mijn breiwerk aan de gang gegaan. Maar ik moet zeggen dat er beter kunt zingen dan breien. Want ik heb er toch heel goed aan moeten doen. Er worden echt al gaten ingevallen. Maar dames, ik heb het weer goed opgepakt. Heb je hier al heel goed gebreid in de tussentijd, joh, hè? Ja. Hey. Hey. Oh, ja. Dat gaat er flink aan toe. Ja. En dat allemaal strak in het breikcafé. Dan kunnen we lekker met je doen, hè? Ja. Wie lang ben je nu bezig aan de grote lab? Want was hem toch afkrijgen, hè? Rood, geel, groen. Ja, dus ik moet nog... Nog zo'n stuk. Dus dat is... Ik heb nog 10 dagen. Ja, 10 dagen. Ja, tot de vastelovensmarathon. Ja, dat is de 11e, toch? Ja. We zitten nu op de eerste, hè? Dus. Anders kom ik dicht toe achter de vorder aan zitten. Dan kom ik ook in het snoutbreikcafé. Ja, dat zul ik zien. Nou, ik gewoon lekker via met breien. Want ik moet zeggen, ik vind het erg gezellig zo. En, dan is het ook vuur, hè, voor de ontspanning. Hè? Ja, want elke donderdag toch? Ja, elke donderdag van 7 tot 9:30 in de Hoenderstraat. In Maastricht. Dus als je zegt van, goh, ik vind het wel gezellig om bij die 3 dames aan te suven. Dan, ja, ik ben er natuurlijk niet altijd. Maar dan zit je er welkom. En voor meer informatie kunt je terecht op www.tvl.nl. We hebben het een goed gezag voor u, dames. Nou, en we hebben ook nog een website, maastrichterbreikcafé.nl. En we zijn te volgen op Facebook. Oh, nou, kijk eens aan. Moderne dames, toch? Ja, wildbreien is ook gewoon helemaal hot in 2012. En zo zijn we aan het einde gekomen, dames, van onze uitzending van Limburg vandaag. Morgen is Erik er weer. En gaat het onder andere hebben over hoe...